Gegeven is de volgende schijf die verdeeld is in 9 gelijke stukken, waarvan er 2 geel zijn, 3 blauw en 4 rood. Je laat de schijf 4 keer draaien. Hoe groot is dan de kans op 2 keer rood? Hoe groot is de kans op minstens 1 keer blauw? En hoe groot is de kans op hoogstens 3 keer geel? Om deze kansen te kunnen berekenen maak je naast gebruik maken van de complementregel ook gebruik van de productregel. Maar hoe zat het er ook alweer mee? Vandaar dat we het in deze video gaan hebben over de productregel en de complementregel. Voor onafhankelijke kansexperimenten geldt het volgende. Voor de gebeurtenis G1 bij het ene kansexperiment en de gebeurtenis G2 bij het andere kansexperiment geldt dat de kans op gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2 gelijk is aan de kans op gebeurtenis 1 keer de kans op gebeurtenis 2. En deze regel noemen we ook wel de productregel voor onafhankelijke kansexperimenten. Dus de kans op de ene gebeurtenis en de andere gebeurtenis is dus gelijk aan de kans op de ene gebeurtenis keer de kans op de andere gebeurtenis. Nogmaals, die schijf met die negen stukken: met twee keer geel, drie keer blauw en vier keer rood. Nou, je laat deze schijf dus vier keer draaien. En als eerst gaan we die kans berekenen op twee keer rood. Nou, de gebeurtenis twee keer rood, dat kan dus zijn dat je een rode hebt. Dan draai je weer een rode en dan twee keer draai je een niet rode. Maar het kan ook zijn dat je begint met een niet rode, dan een rode, dan weer een niet rode en dan weer een rode. Ofwel belangrijk is om te kijken naar elk van die rijtjes. Nou, elk verschillend rijtje, daarop is de kans even groot. Vandaar dat de kans op twee keer rood kunnen schrijven als de kans op bijvoorbeeld rood, rood en dan niet rood en dan niet rood. Maar dan natuurlijk nog elke variatie van dat rijtje van twee rode en twee niet rode. Vandaar dat we deze kans dus nog vermenigvuldigen met 4 boven 2. Want er zijn in totaal 4 boven 2 mogelijke verschillende rijtjes met 2 keer rood en 2 keer niet rood. Dan gaan we het verder uitrekenen dan krijgen we dus 4 boven 2 keer de kans op rood en rood en dan niet rood en dan niet rood. En, en, en. Ofwel we maken hier gebruik van de productregel. De kans op de eerste keer rood is 4 negende, want we hebben 4 rode van de 9 stukken. En daarna krijg je n, nog een keer rood, dus ook dat is weer 4 negende, En dus keer 4 negende keer 4 negende, en dat kunnen we ook connoteren noteren als 4 negende in het kwadraat. Vervolgens, n de kans dat we dus een niet-rode draaien als derde, dat is 5 negende, dus keer 5 negende, en daarna weer, en daarna weer, 5 negende kans op een niet-rode, dus 5 negen en dat kunnen we natuurlijk ook weer noteren als 5 negen in het kwadraat. Dan nou, rekenen we dit uit en ronden we het af op 3 decimalen. Dan komen we uit op 0,366. Dan de tweede vraag. bereken de kans op minstens 1 keer blauw? Nou, de gebeurtenis minstens 1 keer blauw, dat betekent dus of 1 keer, of 2 keer, of 3 keer, of 4 keer, want we draaien in totaal 4 keer. Dat zouden dan 4 afzonderlijke kansen zijn. Maar de complementgebeurtenis daarvan is natuurlijk geen enkele keer blauw. Ofwel handig om hier dus gebruik te maken van die complementregel. Dus de kans op minstens één keer blauw is te schrijven als 1 min de kans op geen blauwe. Dan de kans op geen blauwe, dat betekent dus achter elkaar vier keer geen blauw en dit kan maar op één manier, namelijk geen blauw, geen blauw, geen blauw en geen blauw. Nou, de kans op geen blauwe. We zien er zijn 3 blauwe, dus 6 niet blauwe. Dus de kans op geen blauwe is 6 negen en dat vier keer na elkaar. En geen blauwe, en geen blauwe, en geen blauwe, en geen blauwe. Dus weer de productregel. 6 9 keer 6 9 keer 6 9 keer 6 9. En dat kunnen we natuurlijk korter noteren als 6 9 tot de vierde. Bereken het en ronden dit af op 3 decimalen. Dan komen we uit op een kans van 0,802. Dan de derde vraag. Bereken de kans op hoogstens 3 keer geel. Nou, de kans op hoogstens 3 keer geel. Allereerst die gebeurtenis hoogstens 3 keer geel. Dat betekent dus of 0 keer geel, of 1 of 2 of 3 keer. Dus dit zijn ook weer vier afzonderlijke kansen. Maar de complementgebeurtenis is natuurlijk dat je bij 4 keer draai, dus 4 keer geel draait. Dus handig om hier weer gebruik te maken van die complementregel. Dus de kans op hoogstens 3 keer geel is gelijk aan 1 min de kans op 4 keer geel. Nou, 4 keer geel kan ook weer op één manier, namelijk geel, 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 geel. En de kans op één keer geel draaien is 2 van de 9, ofwel 2 negen. Of twee dus we krijgen hier 1 min 2 negen tot de vierde. En ronden het af op 3 decimalen, komen we op een kans van 0,998. Laten we nog even een voorbeeld bekijken waar we naast de complementregel ook gebruik maken van die productregel. Je maakt een proefwerk met 20 vierkeuzevragen. Ofwel per vraag heb je vier onderdelen waarvan er dus 1 goed is en 3 fout. Bij zes vragen gok je het antwoord. Bereken de kans dat je geen enkele keer goed gokt. De kans op geen enkele keer goed is dus gelijk aan niet goed, niet goed en dat dus zes keer achter elkaar. De kans op één keer niet goed is drie van de vier ofwel drie vierde. En de eerste niet goed en de tweede niet goed en 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 ofwel gebruik maak het van de productregel drie vierde keer drie vierde keer drie vierde enzovoort zes keer dus drie vierde tot de zesde. Reken het uit de ronde af op 3 decimalen komen uit op een kans van 0,178. Dan de tweede vraag. Bereken de kans dat je minstens twee keer goed gokt. Nou, minstens twee keer goed. De gebeurtenis betekent dus twee keer goed, of drie keer goed, of vier keer, of vijf keer, of zes keer, want zes vragen gok je. Dat betekent dus vijf verschillende kansen die je moet berekenen en vervolgens moet optellen. Of we kunnen gebruik maken, kijkend naar de complementgebeurtenis. Want dat betekent dus of geen enkele keer goed of één keer goed. Dus handig is om hier dus gebruik te maken van de complementregel. Dus de kans op minstens twee goed is gelijk aan één min de kans op geen enkele goed min de kans op één goed. Nou, en geen enkele goed, dat hebben we net gezien, die hadden we bij de, vraag, de eerste vraag al beantwoord. Dat is dus gewoon zes keer achter elkaar geen goed antwoord geven. En de kans op één keer goed. Dat is gelijk aan bijvoorbeeld de eerste goed en dan 5 niet. Maar ja, dat is één mogelijk rijtje. Je kan natuurlijk meerdere rijtjes hiervan hebben. Dat is namelijk 6 boven 1. En dat is natuurlijk gelijk aan 6. Want het goede antwoord is of de eerste, of de tweede, of de derde, of de vierde, of de vijfde, of de zesde. Dan gaan we dit verder uitrekenen. Dan krijgen we dus 1 min. Nou, de kans op geen enkele goed, hebben we het gezien. Dat was 3, 4 tot de zesde. En. Volgende, 6 boven 1, hebben we ook al gezien dat dat 6 is, dus je kan ook gelijk zeggen dat is 6. Keer de kans op de eerste goed en de volgende 5 niet. Nou, een goed antwoord, de kans erop is een vierde, dus een vierde, keer 5 keer geen goed antwoord of ofwel keer 3 vierde tot de vijfde. Rekenen we dit uit en ronden we dit af op 3 decimalen, dan komen we uit op een kans van 0,466. Dus voor de bedrukte regel geldt dat voor onafhankelijke kansexperimenten met de gebeurtenis g1 bij het ene kansexperiment en de gebeurtenis g2 bij het andere kansexperiment, dat kans op gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2 gelijk is aan de kans op gebeurtenis 1 keer de kans op gebeurtenis 2. En de complementregel daarvoor geldt dus dat de kans op een gebeurtenis is gelijk aan 1 min de kans op zijn complementgebeurtenis. Dit was meer van nu. Tot in de volgende video.